Het is een man die niet bang is van een stoere uitspraak. De kiezer heeft altijd gelijk. Hij is dikwijls fout, maar hij heeft altijd gelijk. Hij is zelfs niet bang van meerdere stoere uitspraken. Ik heb te veel politici gezien die alleen maar opvolgers wilden die minder goed waren dan zij. Of die het talent dat in de weg zou kunnen lopen hebben, systematisch elimineerden. Zelden sprak Louis Tobak zo bevrijd als in het boek van journalist Chris Hovlak. De 74-jarige Tobak heeft duidelijk niets meer te verliezen en zegt de waarheid. Koop nu een gesigneerd exemplaar van De Wereld Volgens Louis Tobak in onze webshop. Surf naar www.actua.tv/shop. Oké, Louis Tobak, hartelijk dank. Graag gedaan. Allee, niet graag gedaan. Want eigenlijk had ik over iets anders willen praten.